Ja, dat gaat me niet lukken. Low battery. Low battery. Hè? Nee. Dat kon niet, want ik heb hem net opgeladen. Gek. Nou, mag jij ook nog mee, hoor. Oh ja. Goed, Peter is zijn oorbel vergeten. Ja. Is dat dit? Ja. Oké, okay, en nou krijg je mij echt in de stress, hoor. Ik hou van jou. Ja, ja. Je speelt nu wel met je houden van. Papa, ik wil je heen. Er staat een huwelijkscrisis op komst. Godverloeiende. Oh, hij heet is. Godverloeiende. Kom op, joh. Ga nou maar een bij thuis, joh. Kom op. Daarom denk ik... Daarom ga je trouwen. Als ik weg zou gaan, hè? Dan zou ik 5 minuten van tevoren kunnen vertrekken, dan weet je gewoon, alles is goed. Ja. Maar ja, ja. Dat gaat niet lukken. Nee, er zitten 2 vrouwen bij. Drie. Dan komt er al, ik zeg nou binnen, ik zeg, hebben we alles, hebben we de getuigen, hebben we de paspoorten, hebben we de ringen. Ja, maar je hebt niet gevraagd, heb je de oorbellen? Ik wist geen eens dat ze die had. Ga weg! Ja, dat zal je zien. God, kan je nog een beetje meer plaats innemen? Ja, precies. Ja, sowieso. Nou, tot straks. Nou man, de mooiste dag van je leven. Is het voor? Ja. Ik kan nou alleen maar minder worden. Ik kan alleen maar minder worden. Oh, ik vergeet mijn paspoort. Oh ja. Ja, een beetje de dichte lift te filmen. Hey. Oh, ik hoor wat. Tadaa! De bek af. Gelukkig heb je de filmcamera nog, maar Landmark wel foto's, want ze is de camera met een auto vergeten. Oh, ik heb wie is die camera dan? Van ons. Ik heb er ook een. Fantastisch. Ik heb geen ontspanning op dat. Zo. Oh. Ja, gaan we eerst voor jou op een stoeltje. Eerst de bruid als je bruid. Jij bent de bruid, ik ben de bruid. Kom daar. De getuige hierna zijn dat we een stoeltje bij voor jou. Kom maar hoor. Ga je lekker. Patricia, ik heb een stoeltje daar. Ja, ja, naast mijn mama. Zo. Daar zit naast mijn mama. Kom maar. Kijk eens zo. Oh, kijk, zijn dezelfde bloemetjes bijna. Ook groen. Ze spreken het niet, maar ze verstaat het dan. Oké, okay, want... Ja. Whatever you prefer, I don't want. Oké, it's better English. Yeah, it's okay with me. I will just ask you to say ja in Dutch after a while, because of that. Yeah. I will ask you in Dutch as well. But on the right moment. Ja, yes, I suppose so. Yeah. But can you tell me, good morning first. Good morning. Well, good morning. Very warm welcome here. Yeah. And I would like to ask you, how does it come that you got here this morning, right now? Just this morning? Because we wanted to marry this morning. Okay, yeah, of course. Yeah. But why this morning? Why today? It was the first day off. Okay, it's not a memorable day. No, I asked, what's the first free day? She said, in December, she said, May 9th. I said, okay. Okay. Yeah. Yeah. Did you ask her to marry you?
yeah. and proposed her? Yeah. In yeah. what way? How? On his knees. How did I propose? I asked her parents in, for 1 year ago if they agreed if she'd be my wife. Okay. And that is the official way there, sure. and yeah. it's very appreciated by the parents. So. I can imagine, of course. Yeah. And then she has nothing to say anymore. Okay, so you have to be careful. Parents say, yeah. okay. Parents agree, so okay, in their hands. They agree, I agree. Yeah. Also. Yeah. Okay, so, well, that's know. My thing. Yeah. And so we got here this morning. Yeah. Well, I'd like to introduce myself. My name is Angel van der Helm. I'm a registrar of marriages here in the community of Helmond, which means I do marriages. Good, we're on the right place. Well, that's right. Well, that's nice, isn't it? Yeah. Yeah. So welcome here, welcome to you too, this Marlena Monreal Mandia. Yeah, Dominique. Okay, it's you and Martinez Boga. Present. And what's your name? Sophia de Mare. Lovely name. And you look so beautiful. The princess. It's yeah, just so mooi. It's so prachtig. Dank je wel. En mooie jurk en je hebt ook zo'n mooie ketting op en je nagelak. Ja, ja. Je bent wel heel druk geweest vanochtend. Mooi. Ja. Ja. Nou, ze verleden, dat zie ik aan de morgen. Ja, ja, vanmorgen vroeg wow. en dan word je wakker. En dan ga je allemaal, ja, is het de trouwdag? En dan ga je naar bed en prachtig weer. Ja. Dan maak je je klaar en dan kom je hier naartoe. En dan wil ik jullie eerst een compliment maken. Je ziet er prachtig uit. Heel erg mooi. Echt een beeldschone jurk. Dat doe ik even in het Nederlands. Voor haar misschien ook wel even leuk. Ja. En je haar is mooi. Ja. Ja, van jou ook. Beeldschoon. Heel ik heb nog veel werk aan gehad hoor. Ja, wel, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dan blijf je er ochtends. Hoe? Jij bent daar. Oh, ben ik daar. Hey. Heel veel. En dan kom je naar binnen ja. als een paar. En dan ga je naar buiten als een echt paar. Okay. Dat heeft te maken met de wet. The law. The law. It tells us so many articles. 120 articles about marriage. Mm-hmm. I'm not all going to read them to you. Yeah. 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 Oh, now, no. Yeah. It's going to be very boring. Yeah, we only have 15 minutes. It's a free wedding. No, they can yeah, only yeah. three articles. It's going to be very boring. 120? 120 articles. Well, and of course, I assume you all know them. Of course. Yes. Oh, why should I read them? Of course, I'll skip it. Okay. No problem. Wow, great. That's yeah. great. Yeah. Only the last part? Only the last part, yeah. Then you can say, yeah, that's not that last part. I see, that's great. You knew them already. So. Yeah. And, you know, a marriage is very, it's something very special because you are together and all the time it's very lovely thing, but it's only one word which means a lot. Marriage, one word, but it means so many things. I think it's a nice time to go on with your marriage. So I'm going to ask you for the official part. But I'm going to do that in Dutch. I hope you don't mind. Yeah? Okay. I'm going to ask you to stand up. And give each other the right hand. Because, yeah, both of you. Really, yeah. You have to stand up. Okay. And give each other the right hand, please. The right hand. That is me. So, yeah. I will ask the questions in Dutch. I'm sorry. I will pronounce very easily. Yeah. Okay. Here we go. Peter Hans Kistenmaker. Verklaar je aan te nemen als je wettige echtgenoten. Jennifer, Tinko, Tomale en getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop je antwoord? Ja. Dankjewel. Jennifer je aan te nemen als je wettige echtgenoot. Peter Hans Kistenmaker en getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop je antwoord?
Ja, dankjewel. Dan verklaar ik hierbij als ambtenaar van de burgerlijke stand van de knie is gesloten. Maar dan mag ik haar even mee feliciteren, hè? Ja. En wat dan? Nou, dat doet er goed op, hoor. Ja. Goed zo. Eentje. Ja, ja, zo is genoeg. Ja, hallo. Doe maar een kwartier. Ja, doe maar een kwartier. Ja. Ondanks de knoflook. Mogen jullie rustig gaan zitten? Oh nee, wacht even. Oh, de ringen. De ringen. De ringen. Oh, oh shit. Ja. Oh. Maar je mag het wel vast blijven houden. Ja. Ja. Nou, hou het maar vast. Kom maar. Ja, hou jij de ringen maar vast zo. Het mannetje. Ja, het is zo mooi. Ja. Wil jij de ring voor jouw man pakken? Ja. De ring voor mijn man. Take my ring. En die moet er rechts geloven. Yeah. Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Wettelijk is het niet verbonden, maar het is wel. I don't care. It doesn't matter, where you prefer. Ja. Oh, die past. Ja. Die wordt er even opgeduwd met nou die gaat er niet meer af. Zo is het. Oh, dan moet ik die. And you want it where? Yeah. You want it on your left? Ja. Yeah. Oké. Okay. Yeah. Kijk, ja, even. Dankjewel, Patricia. Yay! Yeah. Knap hoor. Ja. Yeah. Goed gedaan. Nou, mag je zitten. Goed zo. Oh, jullie mogen. Goed gedaan. Knap hoor. Is dat dit? Ja, beautiful. Ik ga jullie de akte voorlezen. Oh ja. En daar kom ik zo direct mee bij jullie. Ter ondertekening. En in de akte staat het volgende geschreven. Op 9 mei... 2011. Ja, nee, ik wou heel even kijken. Jullie hebben geen trouwbekraad gekozen, hè? Nee, okay. 9 mei 2011 is in de gemeente Helmond het huwelijk voltrokken van kistenmaker Peter Hans, geboren te Amsterdam op 13 april 1956, woonde te Helmond, en toenmalen Jennifer Chico, geboren te Manila, Filipijnen op 12 september 1970, woonde te Helmond. Het bruidspaar heeft verklaard elkaar aan te nemen tot echtgenoten en getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Helmond heb ik de uitspraak gedaan dat zij door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. De bruidegom is een zoon van kistenmaker Hendrik en van Eerlich Maria Geta. De bruid is een dochter van toenmalen Dionysius en van Cinco Filipijnen. Ja. Als getuigen waren tegenwoordig Mandia, Floralina, Monreal en Bogaert Martinus, waarvan akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Helmond. Mee eens? Ja, volgens mij wel. Ik heb nog even moeten oefenen van vader snel, maar... Ja, dat is nu wel even een die ook nog niet alleen laten we nog even. Ja. Maar volgens mij lukt het bij jou weer. Ja, als je daar wat tekenen en daar alsjeblieft. Nee, dus dat vind ik het niet zo erg. Nee. Dat snap je wel, hè? Nee, het is ook een hele rare voornaam, vind ik hoor, voor ons om het uit te spreken. Oké. Okay. En dan moet ik... En als je graag naast je vrouw wil tekenen, daarboven daarnaast, en daarboven. En daarnaast. Oh, dat heb je goed gedaan. Nee. Ja. Goed zeg. Nou, de muzikale begeleiding zit er ook in. Ja. Moet je kijken. Ja. Wat wil je nog meer? Dankjewel. Ja. Ja, nou, kom even aan deze kant. Nou, kijk. Als je graag hieronder en daaronder wilt tekenen. Mooi. En dan zal ik jou even filmen, want dan krijg jij ook. Ja, want ik ben nog. Mag ik eerst even alles doorlezen? Nou, ik heb het voorgelezen expres, dus dat is onhandig, hè? Dat doe ik expres, dan weet iedereen wat er staat. Deze. Nou, dat is leuk. Dan staan wij bij jou en jij bij ons. Ja. I tell you these words because my father gave them to me. My father was a registrar of marriages as well. And at the end of the ceremony, he always told these important words. I find this a very good habit, so I will tell them to you. I hope you sometimes remind a few of these words, not every word. Just a few is okay. No, you're a nice singer, really. Can you shut up? Yeah, because you can sing. No, I don't think I can sing.
Dat is toch leuk? Ja, ja, dat vind ik enig. Ja. The six most important words are, I am sorry, you were right. Now that's a difficult one. Yeah. Yeah. Okay. The five most important words are, you have done it right. Well, a compliment is always nice. Yeah. The four most important words are, I do love you. Well, I don't need to tell anything about it. The three most important words are, what's your opinion? It's always nice to know your opinion. Yeah. Yeah. But you don't get it from a Filipino. It's up to you, honey. It's up to you. You decide. And the two most important words are thank you. The most important word is we, and the most unimportant word is me. Yeah. That's what I'm going to end with not right now. Yeah. But not before I will say to you a lovely day today. But I wish you a very long and healthy marriage together, and I hope you will be with it. Yeah. Thank you very much. Oh, congratulations. Oh, on the table spring. Yeah. Thank you. From heart. Yeah. Ja. Oh, dan kunt u best even stoppen met filmen. Ja, dat zal ik hem even laten. Wanneer is er niet? Je mag niet filmen in de parkeergarage. Uit privacy van onze klanten. Ik. Dat ga ik zien. Dat ga ik zien. Dat ga ik zien. Dat ga ik zie het. Ik wou dat dit. Waarom zou je de bruiloft op de kaart zetten? Ja, daarom. Hé, je moet op de knop drukken.